Goedemiddag. Mijn naam is Wim Pierik en ik wil het hebben over het herkennen, het merken van kleding en accessoires aan de hand van kleuren. En dat gebeurt natuurlijk vandaag op dit symposium aan de hand van het kleurensysteem van Tactila, ontwikkeld door Jofke. Hier het hele gezicht, kleine gezicht, nul gezichten. Met één gezicht, kleine gezicht, gezicht bij rond, links onder, nul gezichten. Beginnend boven bij zwart, daarna wit en we lopen het hele spectrum door van grijs via geel en helemaal zo door naar onderaan het roze. Er zijn accessoires en kledingstukken die ik jullie wil laten zien, die je heel gemakkelijk op de tast kunt herkennen. Ik begin even met de accessoires. Deze riem bijvoorbeeld. En daar zitten metalen oogjes aan. Nou, dat weet ik meteen. Stoere riem. Beetje brede riem. Kan prima in een spijkerbroek. Hoeven we eigenlijk verder niet moeilijk over te doen. Dan heb ik hier twee riemen. En die voelen voor mij precies hetzelfde. Ze hebben allebei zo'n ribbeltjesprofiel. Het materiaal is hetzelfde. Het enige verschil is de lengte. Maar ja, dat is toch wel even een gepuzzel. Als je dan moet kijken welke is langer. En dan moet je ook nog onthouden. Eén gezicht, nul gezichten. Wat voor trucje doe je daarbij? Hè? Van ja, welke is nu langer? Is het nu de bruine? Nou, maar met het systeem van Jofke is het heel erg gemakkelijk. Ik voel eventjes hier aan het ding wat ik aan de binnenkant heb geplakt. Oh, zacht geval, beige, dus een lichtbruine riem. En aan deze kant voel ik een ruw ding. Een bruine riem, nou ook als je aan de hanger hangt, ik weet meteen. Hoppakee, dat is de goede riem. En die kan ik dus de grijze combineren met grijze schoenen. En de bruine met bruine schoenen. Overhemden. We blijven even in het bruine. Deze voor mij heel makkelijk te herkennen. Want er zitten allemaal borduursels op. Dus ik hoef maar met mijn hand eroverheen te gaan. Net zo snel als net bij die braaierie. Dan weet ik meteen, oh, dat is die donkerbruine blouse. Eigenlijk een van mijn favorietere blouses. Omdat ik hem zo snel kan herkennen. Maar toch doe ik hem eigenlijk te weinig aan. Omdat hij misschien niet zo opvallend en niet meer zo modern is. Dan hebben we hier drie blouses hangen. Die naar mijn gevoel heel veel op elkaar lijken. Dan heb ik het dus echt over het gevoel, niet over de kleur. Ze hebben een heel net kraagje. Ze hebben geen borstzakje, want anders is dat nog wel eens een herkenbare teken. Eentje heeft er dan wel een tekentje op de borstzakje, maar ja, dat is dan ook alweer zoiets. Kun je dat vinden als dat in de kast hangt en weet je dan nog welke dat tekentje had? Dus dat is ook best wel lastig. Nou, hebben we natuurlijk ook het kleurensysteem van Jofke. En dan heb ik dus een kaartje, die hangen we aan de hanger. En eventjes apart hangen. Als het spul, als ik het aan heb, als het in de was gaat. En zodra het uit de was in de kast komt weer het goede kaartje eraan. En dan weet ik meteen, oh deze. Met het roze, dat is de oude roze blouse. Deze. Raakt het kaartje natuurlijk verkeerd op. Met een blauw en een groen kenmerk. Dan weet ik, oh dat is de blauw-groene blouse. En deze met alleen het blauwe kenmerk, dan weet ik, dat is de blauwe blouse. Komen we tot slot bij spijkerbroeken. Ook die vind ik op het gevoel vaak heel erg hetzelfde. Het is toch dezelfde stof. Deze twee broeken die kunnen zelfs wel eens van hetzelfde merk zijn.
hebben ook zo'n beetje dezelfde zakken. Van hele lange zakken eraan, anders kan je daar nog wel iets aan herkennen. Maar kijk nu, ik hoef maar eventjes hier overheen te strijken. Oh, dat weet ik al meteen. Lichte kleur, dat is de lichte broek. Nou ja, dan weet ik wel, die andere is de blauwe. En ja, lijkt me eigenlijk een mooie, moderne, beetje verrassende misschien combinatie om deze blauwe broek met een roze blouse. Inmiddels wordt het een klein puinhoop hier, maar dat is niet erg. Dan ruimen we daar wel op. Het is maar voor de film. Volgens mij sta ik er dan mooi op. Dank u wel. Tactila is een geregistreerd merk, ontwikkeld door Jofke.